Goedemorgen, dit is het weerjournaal van weerplaza.nl. Een pluk met bewolking boven het zuidoosten van Duitsland komt naar Nederland en kan misschien vanavond in het oosten en noordoosten voor wat neerslag gaan zorgen. Vanochtend is het nog koud, bij een vrij krachtige tot krachtige oostenwind voelt het bij 3 graden aan alsof het op veel plaatsen vriest. Daarbij is het bewolkt, lokaal komt af en toe de zon tevoorschijn. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, zien af en toe de zon en het wordt een graad of 4. Het voelt dus nog kouder aan, want de oostenwind blijft doorstaan. Tegen het eind van de middag en vooral vanavond gaat er wat neerslag vallen, met name in het oosten en noorden van het land. Daarbij kan ook wat sneeuw of natte sneeuw zitten, waardoor het op enkele plekken een beetje wit kan worden. Morgen dan is het droog, dan schijnt ook af en toe de zon en de oostenwind die is minder sterk, maar meestal matig boven land tot vrij krachtig aan zee. Met 4 tot 7 graden is het ook iets minder koud dan vandaag en ook de gevoelstemperaturen liggen weer boven nul. De komende dagen dan blijft het droog, in ieder geval tot vrijdag. Dan zien we af en toe de zon en de temperaturen liggen overdag tussen de 3 en soms 9 graden. Met de hoogste temperatuur op vrijdag. In het weekend zien we meer bewolking, ligt de temperatuur rond een graad of 6 en kan er een enkele bui vallen. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.